Staatsoliemaatschappij zal het Nationaal Herstelplan Zorg met 29 miljoen SRD ondersteunen. Het geld zal worden ingezet om de acute nood in de gezondheidssector te lenigen. Staatsolie zal het geld via de stichting Staatsolie Foundation for Community Development ter beschikking stellen. De situatie in de gezondheidssector is zeer kritiek en de overheid vraagt het bedrijfsleven te ondersteunen met de uitvoering van het Nationaal Herstelplan Zorg. Staatsolie's bijdrage dient ook als overbrugging van deze noodsituatie, omdat het voor het bedrijf heel belangrijk is dat de acute zorg in Suriname verzekerd is. De 33-jarige Mario Vermeer, nationale president van GCI Suriname, is op maandagavond na enkele kandidaatstelling gekozen tot commissioner van de American Development Council, ADC, voor het jaar 2023. Dit gebeurde tijdens de GCI World Congress in Hongkong. Vermeer, die op 31 december afzwaait als nationale president van GCI Suriname, zal zich het komend jaar focussen op de groei en ontwikkeling binnen de Amerika's. Het doel van de ADC is de oprichting van nieuwe nationale en lokale organisaties te bevorderen. Volgens Vermeer heeft GCI bijgedragen aan zijn persoonlijke groei en wil hij deze verder uitzetten om nieuwe leiderschap in ons land en daarbuiten te creëren.